Aan de ene kant zou ik super graag foto's willen dat hij lekker losloopt in de sneeuw. Maar aan de andere kant ben ik toch te bang, zeker met die ijzers, dat hij dan uitglijdt. Maar ik merk dat er best wel veel vraag is naar hoe ik Marley betaal en hoe ik dat ook vroeger heb gedaan. Ik ben klaar met de woonkamer opruimen. En ik zag nog steeds dat ik fanmail had liggen en die nog niet had beantwoord. Goedemorgen allemaal. Het is bijna 1 uur. Dus het is eigenlijk goedemiddag allemaal. Ik werd vanochtend wakker van een appje dat ik niet meer naar Dronten hoefde te komen om een gastles te geven. Omdat het gewoon wordt afgeraden om de weg op te gaan als je niet iets mega belangrijks hebt. Dus ja, vond ik op zich wel jammer, want ik heb gisteren tot best wel laat 's avonds nog die presentatie te maken. Daar had ik op zich wel zin in. Maar aan de andere kant, ik vind het ook wel heel fijn om gewoon even lekker uit te kunnen slapen. Aangezien ik dus al 2 best wel zware nachten heb gehad. En het sneeuwt natuurlijk weer, kijk. Yay, sneeuw! Dus ja, ik vind het helemaal niet erg dat ik lekker thuis kan gaan blijven. Ik heb heel de ochtend, tenminste nadat ik dat appje heb gekregen, ben ik weer verder gaan slapen tot 10:30 volgens mij. En of 11:30, 1 van 2. En daarna heb ik eventjes de video geüpload die vanmiddag online komt. Ik heb de thumbnail gemaakt. Alleen ik ben niet zo blij over de thumbnail. Ik vind hem een beetje saai, maar ik kan niks beters ervan maken eigenlijk. Maar er zit dus wel een kortingscode in voor die actioncamera. Ik ben er heel tevreden over, zeker nu ik de beelden ook echt heb gezien. Ik denk van ja, op zich hij doet niet heel veel onder voor een GoPro volgens mij. Ja, ik heb natuurlijk nog niet echt ultiem kunnen testen. Echt op buitenrit mee kunnen nemen. Wintersport, weet ik het allemaal. Onder water en zo. Maar goed, dat ding kost maar 80 euro. En met een kortingscode van mij is hij 10 euro korting. Dus ja, waarom niet? Ik ga mezelf verplichten vandaag om alles op te ruimen. Zowel mijn kamer als de woonkamer. Want het is een slachtveld van surprises. En vanmiddag ga ik met Maaike naar stal toe. En ik weet eigenlijk niet of de paarden vandaag wel buiten staan. Ik had een Astrid gevraagd, maar ik heb nog niks teruggekregen. Ik denk het op zich niet. Als ze gisteren niet buiten stonden, ja, dan lijkt me dat ze vandaag ook niet buiten stonden. Aangezien het vandaag nog harder gaat sneeuwen. Maar goed, ik hoop dat hij wel eventjes naar buiten mag. Want dan kan ik leuke sneeuwfoto's gaan maken met hem. Alleen lastig is dat hij natuurlijk die ijzers heeft. En dat schiet niet zo heel erg op. Maar goed, we gaan het zien. Ik heb in ieder geval heel veel zin om lekker in de sneeuw naar buiten te gaan. Ik heb ontbeten en ik heb mezelf lekker dik warm aangekleed. Ik heb ook, hieronder heb ik mijn vliesrijbroek van QAP aan. En dit is die cover-up die ik vaak voor wedstrijden gebruik. Maar ik dacht, het is wel lekker warm om die ook nog even aan te hebben. Plan is als volgt. Ik ga niet lopen naar stal. Ik ga gewoon met de auto, want op zich, kijk, de weg ziet er daar gewoon prima uit. Dus ik ga gewoon Mike ophalen en we zien wel hoe ver we komen met de auto. Als we zien dat het ergens te glad is of zo, dan parkeer ik gewoon ergens. En dan gaan we wel verder lopen. Maar als ik vanaf hier ga lopen, zeker met de sneeuw, ben ik denk 1,5 uur bezig. Dus kan ik net zo goed gewoon met de auto super langzaam gaan rijden. Dus dat is het plan. Ik heb mijn moonboots, die ik eigenlijk alleen maar wintersport altijd draag, uit de kast getrokken. Die hebben iets meer grip en zijn ook iets warmer dan normale stallaarzen. Dus best mijn succes in de sneeuw. We zijn op stal aangekomen. Daar loopt Maaike, die heb ik even opgehaald. We staan bij Maaijes, daar gaan we, eerst even foto's maken. Hallo, kijk, ik heb een blousetje. En de weg was echt super vrij gewoon. We hebben echt geen enkele keer over sneeuw zo moeten rijden. Dus we hebben ons echt zorgen gemaakt om niks. We zijn echt super veilig gewoon aangekomen. Marley die zat echt zo naar, lekker naar buiten kijken. Hey popje, hi. Gaan we ook zo foto's met jou maken? Dus we willen eerst even de wei inlopen. Te kijken hoe bevoren het daar is. Maar we gaan ze niet loslaten gewoon, ja. Ik ben toch wel een soort van te bang. Aan de ene kant zou ik super graag foto's willen dat hij lekker losloopt in de sneeuw. Maar dan ben ik toch te bang, zeker met die ijzers, dat hij dan uitglijdt. En misschien wel ergste scenario zijn been breekt of zo. Dus we gaan ze gewoon vasthouden en gewoon lekker foto's ernaast maken. Ja! Yeah. I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent. You deserve a better man. Let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. We zijn klaar met sneeuwfoto's maken. Ik heb Marley opgezadeld. Ze gaan nog eventjes lekker in de binnenbak rijden, zodat hij toch even zijn energie eruit kan. Aangezien hij nu al 2 dagen binnen staat. Kom maar, kindje. Dus dat ga ik nu even doen. I don't care about your socks again. 'Cause we're still
I know. You can try to fool yourself, like you love somebody else, but you and him will never feel the way we do. Poppie heeft lekker eten. Maaike heeft zijn stal gedaan terwijl ik aan het rijden was. Super lief van haar. En ik ben mijn laatste spulletjes aan het opruimen. Het is nog steeds sneeuw. Maar kijk, het blijft daar wel goed liggen. Maar niet overal. Maaike heeft kunst gemaakt. Oh, het lijkt nu wel op een Griekse ei inderdaad. Nice. Ik was eindelijk veilig terug geparkeerd. En toen kreeg ik een Facebook berichtje van Maaike dat ze de telefoon was vergeten in de auto. Dus die mag ik nu nog even terug gaan brengen. Ik ben al eventjes thuis en mijn make-up zit echt over heel mijn gezicht heen volgens mij. Ik had Maaike's telefoon teruggebracht. Toen ben ik even boodschappen gaan doen bij de Hoogvliet. Toen ik dat had gedaan kwam ik erachter dat mijn vlogcamera nog in mijn auto lag. Kon ik weer teruglopen naar mijn auto. En toen ging ik weer terug naar huis. Maar het was best wel, ja, veel sneeuw onderweg. Dus het ging allemaal niet heel snel. Het ging allemaal onder mijn gezicht en zo. Maar goed, ik ben nu Bobotti aan het maken. Dat is hier allemaal bezig. Ik had alleen het gehakt als eerste gedaan. Op een of andere manier. Terwijl de sversboeren als eerste moeten. Maar ik had deze namelijk toen in mijn surprise gekregen van Suus. En Bobotti echt mijn favoriete eten gewoon. Dus dat ga ik nu maken. Het is ook echt een pak voor 3 tot 4 personen. En als ik met Sjoerd dat samen eet of met ieder ander, dan doen we er echt met z'n tweeën met 1 zo'n pak. Echt zo lekker. Maar goed, ik ga nu even wachten tot die sversboeren klaar zijn. En ik ga nu eerst even de foto's van vanmiddag bekijken. Eet smakelijk. En ondertussen ben ik mijn Photoshop skills uit de kast aan het gooien. Door overal de longeerlijn weg te halen. Ik denk dat het best goed is gelukt. Ik was net de reacties alvast aan het lezen van de video die vandaag online is gekomen. Maar ik merk dat er best wel veel vraag is naar hoe ik Marley betaal en hoe ik dat ook vroeger heb gedaan. Dus ik zal het jullie even uitleggen, aangezien vandaag natuurlijk niet heel veel heb kunnen filmen door de sneeuw en door de foto's maken. En nou, op zich thuis, ik heb natuurlijk ook dat al zo in mijn bed gelegen. Dus ik ga jullie vertellen hoe ik Marley betaal en hoe ik dat vanaf mijn 14 heb kunnen doen. Nou, ik werkte vanaf dat ik dus 12 was al in de tomaten. En toen ik volgens mij 13 of 14 was, toen nam ik er ook nog een krantenwijk bij. En ik heb Marley helemaal zelf betaald en ik betaal hem nog steeds helemaal zelf. De tomaten verdienen echt niet veel. Dat was volgens mij 10 euro in het begin per zaterdag en ik werkte alleen op de zaterdagen. Dus nou, zeg dat ik 50 euro per maand verdiende. En Krantenwijk was ook echt maar 8 euro per keer of zo. Dus dat verdiende ook helemaal niet veel. Maar toen was ik dus 14, ging ik Marley zelf kopen. Maar wat dus het handige was, ik ging Marley in november kopen. Dus ik had de regeling met de handelaar waar ik hem vandaan had. Marley heeft 1800 euro gekost. Eigenlijk veel te veel geld voor wat hij waard was. Want hij had helemaal geen papieren. Alles was onbekend. Nou, hij zag er leuk uit. Dat was eigenlijk het enige. Maar ja, die handelaar die wist natuurlijk. Een jong meisje. Die heeft wel geld over voor zo'n pony. Dus dat had ik ook. Dus ik wilde 1800 euro bij elkaar gaan rapen. En nou, ik kende Marley al vanaf juni of juli. Toen had ik hem al in die wei zien staan. En toen wist ik dus dat hij te koop stond. Dus toen heb ik eigenlijk sindsdien al een soort van gespaard elke maand dat ik ging werken. En ik kreeg ook 20 euro zakgeld per maand. En 50 euro kleedgeld per maand. Dus en natuurlijk in de zomervakantie heb ik ook heel veel gewerkt in de kas. Dus tomaten plukken. Dus ik had toen het november was al wel wat gespaard. Mijn ouders die hadden toen een heel klein bijdrage van zo'n 200 euro. Volgens mij mijn opa en oma hadden nog een kleine bijdrage van 200 euro geleverd. En ik had met de handelaar dus de afspraak dat ik in november 1000 euro zou geven. En in januari 800 euro. Zodat ik het verspreid kon betalen voor mij. Dus ja, in november had ik dus 1000 euro gegeven. Maar in december, en je hebt Krantenwijk, mag je altijd kerstkaartjes lopen. Dan ga je zo langs de deur en dan bel je aan. En dan zeg je, ik wens u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar namens de schakel. Die bracht ik toen rond. En wat ik dus deed, ik nam 2 Krantenwijk. En het was echt super. Ik vond echt, ja, het was echt zwaar werk. En zeker in de winter en de kou en zo. Maar wat ik bedacht, ik nam in begin december volgens mij een 2e Krantenwijk erbij. En in januari ergens, februari, stopte ik er alweer mee. Want ik wilde alleen die 2e Krantenwijk om dus die kerstkaartjes te kunnen lopen. En ik had een wijk van 240 huizen en van 260 huizen en van 340 huizen. En ik haal gemiddeld 1,5 euro per huis op. Dus je snapt dat dat best wel lekker gaat aantikken op een gegeven moment. En ik kreeg ook nog vakantiegeld van de tomaten plukken. En nou, op zich, zo heb ik zeg maar die overige 800 euro bij elkaar geschraapt. Nou, de stallingsgeld van toen ik Marley op stal ging zetten was maar 150 euro per maand. Dus op zich, ja, tomaten was 50 euro of zo. Mijn kleedgeld was 50 euro. Mijn zakgeld was 20 euro. En dan nog het geld van de
ja, kranten. Dus ik kwam eigenlijk net boven die 150 euro uit. En ik deed natuurlijk wel eens wat extra werken en wat klusjes en zo. Dus eigenlijk heb ik zo hem de eerste tijd kunnen betalen. En ik heb mijn zadel voor mijn verjaardag gevraagd. En ja, mijn moeder gaf me dan een deken en een poetskist toen ik hem gekocht had. En eigenlijk vrij snel daarna op mijn 15e. En ik heb Marley op mijn 14e gekocht. Dat was in november. En dus 3 maanden later in februari werd ik 15. Toen ben ik volgens mij vanaf april in een diersuper gaan werken. De Jumper heette dat. En toen ging ik ineens elke vrijdagavond en elke zaterdag werken. Dus toen verdiende ik ongeveer rond de 100 euro. En ik was dus gestopt bij de tomaten. Maar mijn krantenwijk ging nog wel mee door. Dus ik verdiende ongeveer 200 euro per maand toen. Dus ja, ik had ietsjes meer ruimte. En als Marley bijvoorbeeld een hogere dierenartsrekening had. Want hij had toen ik hem dus pas een anderhalve maand had. Met kerst, op tweede kerstdag en op een zondag, toen kreeg Marley droes. Dus dat was een super dikke dierenartsrekening en tweede kerstdag en op een zondag. En ja, hij moest heel veel vochtafdrijvers hebben, medicatie en ja, die dierenarts is bijna elke dag een week lang gekomen. Dus ik had echt een rekening van 400 euro of zo. En 2 weken daarna hebben wij zo'n wolfskies laten trekken, dus nog een keer een dikke rekening erachteraan. Mijn ouders waren dan wel zo lief, omdat voor te schieten, want dat had ik gewoon nog niet gelijk. En tegelijkertijd had ik een soort van regeling met mijn ouders, want ik wilde ze natuurlijk wel terugbetalen, maar ja, bijna al mijn geld ging uit naar zijn stalling. En mijn ouders betaalden ook wel het voer dan. Maar ja, dat was echt 20 euro per 3 maanden of zo. Deed echt vet lang met zo'n zak, omdat Marley op zich niet zoveel nodig heeft. En ja, hij was ook nog niet ingereden, dus hij had ook nog niet heel veel echt nodig, zeg maar. En ik had dan op een gegeven moment dus een regeling met mijn ouders. Ik zat in 3 HAVO volgens mij toen. En mijn cijfers gingen niet zo heel goed. En ze gaven natuurlijk Marley een beetje de schuld. Dus toen zeiden ze nog van ja, weet je, als je het niet beter gaat doen moet hij weg. En ik had zoiets van ja, maar jullie betalen hem niet. Ik betaal hem zelf. Dus jullie hebben niet echt heel veel reden om hem weg te doen, weet je wel. Dus ik had zoiets van, ik ben heel erg, en mijn ouders gelukkig ook, van je moet dingen belonen als je iets wil en niet afstraffen. Dus het werkt niet als ze tegen mij gaan zeggen ja, als jij geen voldoende houdt voor die toets, krijg jij een week huisarrest. Ja, boeien. Ik moet toch naar mijn paard toe, want die heeft beweging en eten nodig. En ik zag niet heel veel vriendinnen, omdat ik altijd naar mijn paard toe moest. Dus dat werkte niet voor mij. En wat zij dus deden is, als jij boven de 8 haalt, krijg je 10 euro van ons. En ik heb dus alleen maar boven, ik heb geleerd, ik heb ook een beetje gespiekt soms, alleen maar boven de 8 is gehaald. En zo heb ik echt die schuld van boven de 400 euro heb ik afgelost bij mijn ouders. Het is echt erg. Maar toen gingen mijn cijfers in één keer best wel goed. Dus ja, zo heb ik het heel lang gedaan. Ik heb ongeveer 3 jaar lang bij die diersuper gewerkt. En ja, ik word natuurlijk ouder. Dus je uurtarief gaat ook omhoog. En ik kreeg daar echt minimumloon of zo. Dus dat was helemaal niet veel. Toen ging ik op een gegeven moment volgens mij met Marley naar een andere stal toe. En daar was de stalprijs 200 euro. Nou, dat was op zich ook nog wel. Want ik verdiende ongeveer 250 euro per maand. Ja, zoiets. Dus dat was nog wel te doen. Op een gegeven moment ging ik studeren. En toen ben ik ook gestopt met werken bij de Jumper. En ik ging dus bij de IJsselon werken. Maar hier heb ik maar 2 weken gewerkt. Dus dat is niet heel goed uit te leggen. Maar dat komt, ik had me opgegeven voor een baantje als fotograaf in Diergaarde Blijdorp. En ja, daar moest je 3 selectierondes door. Maar op een gegeven moment, ik had wel al mijn baan opgezegd bij de Jumper. Want ik vond het echt super kut daar op een gegeven moment. Dus ja, ik was even zo van een tijdje werkloos. Maar toen zocht ze ook iemand bij de IJsselon. Dus ik dacht van, nou ga ik eventjes bij de IJsselon werken. Als ik word aangenomen bij de dier. Of als ik bij aangenomen word als fotograaf. Dan ga ik daar gewoon lekker werken. En dat verdiende echt super goed. Ik verdiende echt ineens 8 euro per uur. Terwijl ik van 5 euro kwam of zo. En ik werkte ook best wel veel. Want het was ook leuk. En voordeel was, als je op evenementen bijvoorbeeld stond. Dan stond je wel eens van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dus dan kreeg je best wel dik betaald. En je kreeg je pauzes. Zelfs als je lunch van huis meenam. Kreeg je gewoon lunch betaald, zeg maar. En je reiskosten werden vergoed. En ik heb toen ook even bij WK Hockey in Den Haag gestaan. En toen kreeg ik voor 6 uur werken 75 euro. Dus je snapt wel dat ik me voor al die diensten heb zitten inschrijven. Dus toen had ik ineens ja, wat meer geld. Op een gegeven moment toen ging ik niet echt pers voor mezelf beginnen. Maar ik ging bij Penny werken. Dus als freelancer bij Penny werken. En bij Penny verdien ik ook best wel heel goed. En ik ga natuurlijk niet zeggen precies hoeveel. Maar het is zeker niet verkeerd. Maar ja, ik stop natuurlijk ook heel veel moeite in. En we hebben heel veel contacten. En het moet eigenlijk ook allemaal beter, beter, beter de hele tijd. Dus op een gegeven moment ging ik, had ik steeds meer geld. En ik ging Marley toen op een gegeven moment natuurlijk ook verhuizen naar Bennekom. Terwijl ik zelf nog in mijn sluis woonde. Nou, dat verhaal kennen de meesten al. En anders heb ik die echt al heel vaak verteld in mijn video's. En omdat ik dus zoveel bij Penny verdiende, ben ik gestopt met mijn baantje als fotograaf bij Diergaarde Blijdorp.
En ben ik op een gegeven moment op kamers gegaan in Dronten. En toen kreeg ik nog uitwonende studiefinanciering. Dat moet ik trouwens ook bij zeggen. Ik kreeg studiefinanciering. Dat was ongeveer 100 euro per maand. En dat gaat ook allemaal naar Marley toe. Mijn ouders betalen gewoon mijn opleiding. En die studiefinanciering ging dus naar Marley toe. Ik viel nog in het oude systeem, zeg maar. Ik ga nu natuurlijk nog steeds naar school. Omdat ik een paar jaar een opleiding heb gedaan. En daarmee gestopt ben. En nu deze opleiding doe. Dus ik krijg nu geen studiefinanciering meer. Dus dat is heel jammer. Maar niet alleen bij Penny ging ik terug verdienen. Ik ging ook met mijn eigen YouTube kanaal verdienen. Omdat dat vloggen toen ging beginnen. En ik ging toen in Dronten wonen. Nou, ik kreeg dus uitwonen studiefinanciering. Ging op een gegeven moment hier wonen. Oh nee, ik ging eerst mijn auto kopen. Want ja, kijk, ik kreeg geld met YouTube. Ik kreeg geld met Penny. En ik kreeg geld voor externe opdrachten. En als je een beetje goed doet, krijg je ook nog geld terug van de belasting. Dus op een gegeven moment had ik best wel wat per maand over. Nou, toen ging ik dus hier zo wonen. En toen ging ik op een gegeven moment mijn auto kopen. Dat is wel echt een gat geweest. Door mijn auto kom ik eigenlijk elke maand net wel, net niet uit. Ik ben daar best eerlijk in. Het is niet alsof ik een gigantische spaarrekening heb, omdat ik veel verdien. Want ik verdien best veel voor 21-jarigen. Alleen ik geef ook heel veel uit als 21-jarige. Want ik moet mijn eigen woning betalen. Ik moet ook mijn eigen opleiding betalen. Mijn ouders hebben het zeg maar zo gedaan. Jij betaalt eerst je opleiding. En dan als je dat dus hebt gedaan, dan storten wij een soort van het bedrag aan je terug. Beetje omslachtig, maar goed, dat is hun manier. Dus ik moet mijn woning betalen. Ik moet mijn boodschappen natuurlijk altijd erbij hoort betalen. Ik moet mijn auto betalen. En bij je auto komt ook nog je verzekering en je wegenbelasting. Ik rij een diesel die 2 ton kan trekken. Dus ik betaal per kwartaal over de 400 euro aan wegenbelasting. En omdat ik een beginnende automobilist ben met een eigen auto, betaal ik 200 euro per maand aan verzekering. Dus dat is best wel heel erg veel. Maar ja, dat, die wegenbelasting wordt niet minder, maar je verzekering wordt wel minder als je schadevrije jaren gaat rijden. Ik betaal natuurlijk Marley's stalling. Die staat nu op 250. En voor de rest betaal ik echt alles zelf. Ik wil natuurlijk ook wel eens op vakantie gaan. Dagjes weg. Kleding kopen. Wat dan ook. Dus ja, aan het eind van de maand hou ik niet echt veel over of zo. Maar het is ermee te doen. En nu moet ik er ook wel bij zeggen. Daar ben ik ook vrij eerlijk in. Ik leen maximaal bij Duo. Want als je student bent, kan je dat natuurlijk doen. Maar ook zelfs voordat ik begon met YouTube, wat dan ook, tussen met verdienen via YouTube, leende ik ook al maximaal. Want ik heb het gewoon een paar keer had, toen ik het niet maximaal had staan en maar echt op 200 euro had staan of zo, had ik gewoon een paar keer in de week dat ik van 3 euro rond moest komen met mijn boodschappen. En dat wil ik gewoon niet meer. En ik heb ook een goed gesprek gehad met iemand. Oh ja, ik heb trouwens ook nog even in Amsterdam gewerkt als studentassistent toen ik gestopt was met mijn opleiding daar en een soort van een half jaar gat moest opvullen. Dus heb ik daar gewerkt en toen had ik het met degene die zeg maar mijn begeleider daar was. Die zei ook van ja, ik heb als student echt maximaal geleend. En kijk, tuurlijk heb ik nu best wel een hoge studieschuld. Maar weet je, de rente is super laag. En wij hebben daardoor wel, want haar man had het ook gedaan, een superleuke studententijd gehad. En vriendinnetjes van mij die dus niet leenden, die moesten echt heel erg op de euro nauwkeurig kijken met waar ze het aan uitgaven. En ik ben ook wel zo iemand. Weet je, het lenen is tegen 0%. En ik wil echt niet mensen gaan stimuleren om te lenen. Want uiteindelijk als je niet hoeft te lenen, is het natuurlijk super chill als dat niet hoeft. Maar ja, ik had op een gegeven moment ook dat ik echt op mijn euro's moest gaan letten. Met oké, hoe ga ik alles betalen? En lenen is dus 0%. En ja, je mag er volgens mij 30 jaar over doen of zo om het terug te betalen. Nou, dat komt op 100 euro per maand uit of zo. Nou, weet je, daar kan ik nog wel missen straks als ik gewoon klaar ben met school en mijn fulltime echt hierop kan gaan richten. Want dan ga ik natuurlijk ook iets meer verdienen als ik wat meer tijd hierin kan gaan stoppen. Ja, eigenlijk is dat een beetje hoe ik rondkom. Ben best wel lang aan het praten, maar ik heb er echt heel veel reacties van gekregen. Van vrienden, ik ben ook 14, ik wil ook mijn eigen paard, maar hoe ga ik dat betalen? Of mensen die zeggen van ik ben rond de 20, ik ga ook naar school. Maar ik zou echt niet weten hoe ik alles zelf moet betalen. Ik ben blij dat mijn ouders me helpen, wat dan ook. Ja, nou, ik heb het op deze manier gedaan. Ik heb natuurlijk wel geluk dat ik redelijk lekker verdien op mijn leeftijd door YouTube. Dus daar ben ik natuurlijk wel heel erg dankbaar voor. Maar je moet niet vergeten, ik woonde natuurlijk in de Randstad. En in het Westland heb je dus al die kassen. En daar mag je dus vanaf dat je 12 bent in de kassen gaan en tomaten gaan plukken. Of iets met planten of wat dan ook. En heel veel delen van het land heb je niet zo'n soort dingen. En kan je pas gaan werken op je 16 in de supermarkt bijvoorbeeld. Dus ik had best wel geluk dat ik vanaf mijn 12 al kon gaan werken. En ik ben ook heel erg van, ga ook lekker werken als je jong bent, als je dat kan. Want het geeft je superveel verantwoordelijkheid. Het geeft je ook superveel. Kijk van, oké, nu heb ik dit geld zelf verdiend. En nu ga je wel een soort van uitkijken met wat je ermee doet. In plaats van dat je gratis geld van je ouders krijgt bijvoorbeeld. En tuurlijk, als je alles van je ouders krijgt, is dat super chill. Maar ik heb toch wel een paar keer gezien van vriendinnen, klasgenoten, wat dan ook,
die zijn pas op hun 18e of 20ste gaan werken. En ja, ik weet niet, maar die staan gewoon heel anders in het leven. En ik ben het daar gewoon niet zo heel erg mee eens. Ik vind gewoon eigenlijk dat je gewoon vanaf jongs af aan moet je al verantwoordelijkheden mee om kunnen gaan. En het is ook heel goed voor je. Het is ook heel goed voor je cv. Als ik met mijn cv aankom waarin ik meerdere bijbaantjes heb gehad bij een of ander bedrijf. En mijn klasgenoot komt er ook die nog nooit een bijbaantje heeft gehad. Dan mag je er geld op inzetten dat ik dat bijbaantje ga krijgen. Want ja, heel veel werkgevers willen dat gewoon graag zien. Dat je al werkervaring hebt en dat soort dingen. Dus ja, dat is een beetje een soort van in het kort. Best wel lang eigenlijk. Hoe ik alles kan betalen in mijn eentje. Het is bijna 11 uur en ik heb de vlog voor morgen klaar. Dus de allereerste vlogmas video die onder de 20 minuten wordt. Hij wordt volgens mij is 19 minuten en 35 seconden. Maar ja, ik heb ook niet zoveel bij Marley kunnen filmen door de sneeuw. En door dat deel waar ik wel veel over vertel. Ja, er zat een soort van vocht of zo denk ik in mijn camera. Die was denk ik een soort van nat geworden door de sneeuw. En daardoor deed de microfoon het niet goed meer. Dus je hoort heel veel gekraak en je hoort mij heel slecht. Dus dat heb ik er bijna helemaal uit moeten knippen. Dat is een beetje jammer. Maar het is 11 uur, dus het is nog niet zo super laat. Ik heb morgen om 9:30 of 10:30 volgens mij afspraak bij de mondhygiëniste. En ik had mezelf een beetje een afspraak met mezelf gemaakt dat ik vandaag zou gaan opruimen. Want ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren van de eerste vlogmas video. Maar toen zei ik van ja, ik ga vandaag mijn huis opruimen. Of dat had ik net gedaan. En ik ga dan morgen mijn kamer opruimen, want dan krijgen jullie een roomtour. Nou, we zijn ondertussen bij vlogmas. Het is vandaag de 12e volgens mij, dus vlogmas nummer 15. En ik heb nog steeds mijn kamer niet opgeruimd en het is alleen maar erger geworden. Maar goed, dit is mijn kamer, hier heeft niemand last van. Maar de woonkamer is ook echt een pestzooi. Want ik heb hier zo natuurlijk twee spriezen zitten maken. En er staan ook nog wat borden van mij, dus ik ga eerst even de woonkamer opruimen. Want dat is gewoon best wel nodig. Ik ben bezig met opruimen. Ik had een beetje opruimontwijkend gedrag en ik ging YouTube films kijken. Maar ik had dus laatst een lifehack gezien op een Amerikaans YouTube kanaal. Dat als je dus inpakpapier over heb. En op zich, ja, ik weet niet echt of ik het over heb. Aangezien ik het voor kerst nog natuurlijk gewoon kan gebruiken. Maar in plaats van dat het zeg maar zo los allemaal hangt. Kan je een lege wc-rol. En dan moet je die eromheen doen. Alleen hij is niet goed opgerold. Dus wacht even. Zo, wc-rol eromheen. En dan kan hij dus niet meer losgaan. Alleen wel even uitkijken met wc-rol. Gaat er natuurlijk. Oh nee, dat valt ook wel mee. Oh, chill. Zo blijft het goed zitten. Ik ben klaar met de woonkamer opruimen. En ik zag nog steeds dat ik fanmail had liggen en die nog niet had beantwoord. Dus ik heb even twee brieven beantwoord die zelf ook een envelop postzegel en adres hadden ingevuld. Dus jullie krijgen binnenkort deze mail. Het zijn twee meiden uit België. Dus dat is super leuk natuurlijk. En wat ik nu ga doen is op deze kale muur mijn surprise en dat ding dat ik natuurlijk ook al ervoor had gekocht even bevestigen. Ik weet nog niet precies hoe, want er zitten nog geen spijkers. En ik heb alleen schroeven, dus misschien kom ik erin. Het is wel een gipswandje, dus het is niet hard. Goed, even kijken of het lukt. Eindstand, punaises werkte niet. En ik moest het echt naar binnen schroeven. Maar goed, het hangt. Het hangt nog best mooi ook. Het is ondertussen 12:30 geweest. En ik ben redelijk klaar met alles opruimen. Ik zal eventjes de... Dit is de keuken. Ja, die ziet er best nice uit, toch? En dit is de woonkamer. Die ziet er ook gewoon weer mooi uit. Alleen deze doos, die moet even weggegooid worden. En de hal, het licht in de hal is kapot. Dus dat is echt heel vervelend. Maar de hal moet nog wel opgeruimd worden. Het trapgat moet opgeruimd worden. Want ja, op zich al die dozen heb ik natuurlijk nu niet meer nodig. Aangezien ik geen surprise meer hoef te maken. En dit is tot nu toe mijn kamer. En op zich als je hier kijkt. Dit moet weggegooid worden. Dit bureau is redelijk schoon. De vloer is redelijk schoon. En dan kom je... Dit hoort. En dan kom je hier en is het van... Maar dat moet nog even opruimen. Maar daar heb ik geen zin meer in. En ik moet sowieso morgen stofzuigen. Maar ja, het is nu 12:30, dus ik kan niet echt meer gaan stofzuigen. Nu is het niet echt eerlijk tegenover huisgenoot. Het lijkt me zo chill om gewoon helemaal op jezelf te wonen. Gewoon stofzuigen wanneer je wil. Dingen in de muur slaan wanneer je wil. Ook al zijn die buren daar misschien helemaal niet zo blij mee. Ik ga nog even wat vanillejoghurt eten. En dan ga ik me klaarmaken voor bed. Het moment dat ik zei van ik ga me klaarmaken voor bed. Toen moest de video nog maar 10 minuten renderen.
En toen dacht ik, ik ga hem gelijk even uploaden op YouTube en inplannen. En toen dacht ik, ik kan het zo gelijk de thumbnail maken. Dus ondertussen is het 2:50. Maar goed, ik wil jullie even iets cutes laten zien. Want in die thumbnail die ik net heb gemaakt, omdat de vlog ging over de verjaardag van mijn zus, heb ik dus ook een foto van mij en mijn zus verwerkt. En dat is dus niet deze foto volgens mij. Dat is deze foto geworden. En hier zien we er allebei echt nog heel anders uit. Ik heb sowieso nu heel ander haar. En mijn zus heeft ook echt heel ander haar. Die heeft haar een stuk korter, grijzer. Dus ja. En we hebben, als we hier doorgaan met foto's, dan is dit met mijn moeder. Met onze moeder. En mijn vader altijd goed in ogen dicht doen. Hier is mijn vader echt kort haar trouwens. Mijn vader had echt al grijs haar omdat hij 20 was of zo. Dus ja, waarschijnlijk krijg ik dat ook. Ik hoop het niet. En mijn moeder die verft het. Dus ja, die had ook al vrij vroeg grijs haar. Cute family picture. En mijn zus en Bas, haar vriend. En ik en Sjoerd. Dit is van ongeveer 1,5 jaar geleden volgens mij, deze foto's. Ook cute. Kijk, en we wilden een selfie. Tenminste, we wilden met z'n allen op de foto. Maar ja, dat ging niet. En volgens mij zijn deze allemaal met deze camera gemaakt. Dus dat is wel grappig. Helemaal cute. Ik lig lekker in bed en dus het is tijd voor Q&A vragen. En ik moet zeggen, er zijn er nog niet zo heel veel, dus ik ben nog niet zo heel veel tegengekomen. Ik wil in ieder geval zeggen, ik lees echt alles. Al jullie reacties, die lees ik. Dus mocht je daar benieuwd zijn, dan ik kan nu even niet reageren omdat het gewoon te veel tijd kost. Maar ik heb hier wel eentje van Marilyn de Vries. Welke iPhone ik heb. Ik heb de iPhone 8. En die had ik al vrij snel toen die uit was. Echt wel 2 weken daarna of zo. Ik heb daar nooit echt aandacht aan besteed of zo. Maar ik werd echt een beetje moe van mijn 6. Die zat gewoon te vol voor wat ik ermee deed. Dus ik heb de iPhone 8 in het goud. En 256 gigabyte. Dan ben ik tenminste zeker dat ik genoeg ruimte heb. En voor de rest gaan er echt heel veel vragen. Of er zijn heel veel antwoorden over wie de tweede vlogger, Penny vlogger wordt. En de goede naam zit er wel tussen. Dus ik ben benieuwd. Meerte Moling vraagt, wanneer krijgen we meer informatie over de Hoi Family Tour? Nou, als je mij op Instagram volgt en volgens mij, ik weet niet zeker of ik het al op mijn YouTube kanaal heb vermeld. Volgens mij een paar keer wel, ja. Dan, we gaan in het voorjaar als soort van schoolopdracht de Hoi Family Tour houden. En we gaan naar meerdere locaties in Nederland toeren met Marley. En er komt ook een voorprogramma. En we gaan ook naar België toe en zo. Dus heb je de enquête nog niet ingevuld? Volgens mij heb ik het wel laatst inderdaad in een vlogmasvideo voor me. Oh ja, tuurlijk. Toen met Nicky en Joelle op school. Ja, wanneer komt er meer informatie over? Het is echt, ja, het is een schoolopdracht. We hebben natuurlijk nog heel veel andere opdrachten op school lopen. Dus het is niet echt alsof het prioriteit is en we er elke dag aan werken. Of hoeft het pas in het voorjaar te gebeuren, zeg maar. Dus er zit nog niet echt heel veel vaart achter. Maar komt goed, komt goed. Emma van Beek vraagt, wat is je droomveewagen voor jou en Marley? Nou, ik zou heel graag een tweepaards vrachtwagentje willen. In een leuk kleurtje, dus blauw of zo. Maar ik zou heel graag dan ook een living room stukje erbij willen. Omdat als ik dan toch met het vrachtwagentje wegga dan, en ik op een evenement moet blijven, dan lijkt het me wel chill. Als ik dan ook nog in dat vrachtwagentje moet blijven, anders moet je weer een hotel nemen en dat soort dingen. Dus ik zou heel graag een tweepaards vrachtwagentje willen en dan nog met een living erbij. Ja, dat lijkt me leuk. Dat waren alle vragen weer. Het waren er deze keer niet zo heel veel. Maar alsnog wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden en slaap lekker voor nu. Doei doei. Echt bloeden dat het deed. Niet normaal. Dit is echt heftig gewoon. Feline is hier gekomen vanwege nekklachten. Wijd, 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 wijd en weer terug. Niet onderuit gaan, paardjes. Jongens, ik ben zo blij. Ik heb net een mail gehad van KNS. Maar je wordt wel een beetje misselijk van. Zeker omdat ik me al niet heel goed voel. Maar het is wel lekker op zich.